Ja, in een gepeperde brief ondertekend door 28 werkgroepen die strijden tegen windturbines... wordt gehakt gemaakt van de regionale energiestrategie Twente. Volkslakkerij noemen ze het Twentse energieplan. Leo van der Stelt van Stichting Tegenwind Noordoost Twente is bij ons in de studio... om uit te leggen waarom zij dat allemaal vinden. En welkom Leo, allereerst. Misschien, misschien even goed om te zeggen, uh, voordat we wat dieper op de inhoud ingaan... Uh, jij was voorheen docent bij het Saxion uh, in Enschede... En heb je na het werk samenleven uh, uh, helemaal gericht op die energietransitie of uh, windmolens specifiek? Ja, ik, ik doe ook andere dingen. Hè. Dus uh, ik ben met pensioen, uh, bijna drie jaar. En uh, ik heb me een aantal dingen gericht. Maar uh, windenergie uh, is van mijn studietijd uit, uit al een uh, interessant uh, gegeven voor mij. Daar heb ik me toen mee bezig gehouden. Tijdens Action had ik andere dingen aan mijn hoofd. Uh, dus dat is even blijven liggen. Maar direct na mijn pensioen ben ik mij gaan interesseren van wat gebeurt hier nou in Twente op uh, het gebied van windmolens. Wordt er meestal gezegd, wij zeggen nu liever industriële windturbines. Want ze worden zo groot, dat uh, konden we ons 45 jaar geleden niet voorstellen. Uh, maar sinds ik ermee begonnen ben, uh, zeg maar 2,5 jaar geleden, dacht ik direct, ik vulde een enquête in. Dit is misleiding. De enquête was zogenaamd een enquête van uh, uh, naar... Uh, ja, uh, Hoe duurzaam is noordoost Twente? En het bleek een verkapte poging te zijn om iedereen te lobbyen om financiële deelname in windenergieprojecten. Ja, ja je bent zelf inwoner van Noordoost-Wente. Ja. Uh, daar staan wat ontwikkelingen uh, te gebeuren. Hè. De Lutte met name, denk ik Klopt. ook, dat, dat, dat het hier om gaat, hè. Ja. Aan, aan de Duitse grens. Ja, dus ja, ik, uh, ik woon in Lossen. Uh, ik heb. In het begin eh, geageerd tegen die enquête. En toen kreeg er direct een journalist kreeg aan de lijn van: Mag ik iets meer weten? Met een gevolg een artikel in de krant, in Tubantia. En daardoor ben ik in contact gekomen met een groep, eh, Noordoost-Twent. Nou, dat was eh, Stichting Houd Twens Landschap. Ja. En nou, die zeiden: Zullen we eens praten? Want eh, ja, je hebt een interessante mening. En wij zijn al veel langer bezig. En, en ja, toen hebben we elkaar gevonden. En. en daar heb ik ook zelf heel veel input van gekregen, van waar ze mee bezig zijn en wat er speelt. Inmiddels stichting um, Tegenwind Noordoost-Twente. en okay. ook, ook een collectief met een heleboel andere uh, wijkgroepen in, ja. in deze regio. Hoe is dat zo ontstaan en waarom? Nou, wij zijn uh, dus, even voor van mij uit, dus ruim twee jaar bezig om uh, allerlei zienswijzes te schrijven. Uh, in te gaan op allerlei ontwikkelingen, vooral uh, richting gemeente Losser in de eerste plaats. Uh, dat ketst bijna altijd af. Er wordt niet op gereageerd, dat is stelselmatig wat er gebeurt. Uh, en wij merkten dat andere groepen in de omgeving uh, dezelfde ervaring hadden, dan wel dat er groepen waren die zeiden van jullie hebben veel meer kennis dan dat wij op dit moment hebben, maar wij voelen ook dat er dingen misgaan. Uh, mogen wij met jullie samen doen en kunnen we informatie uitwisselen? Kracht, krachten en kennis uh, bundelen, zeg ja, maar. Klopt. Uh, zijn jullie per definitie tegen windturbines? Nee, ik, uh, ik zal dat niet zo uh, per definitie zeggen. Uh, wat wij wel hebben, echt besloten hebben: van ja, windturbines in Twente is gewoon een heel slecht idee. En die res die jullie al noemden, dat is zo'n doordrukmechanisme met weglaten van zoveel belangrijke dingen. Daar krijg je geen draagvlak mee. En omdat Twente windluw is in vergelijking met uh, gebieden aan zee, uh, ja, moet je het hier gewoon niet doen. Wat dan vaak gezegd is, is natuurlijk dan de not in my backyard-discussie: wel windmolens, maar liever niet in onze achtertuin. Klopt. Maar ja even voor mij persoonlijk geldt dat niet, want uh, de planning even bij de Lutte dat is niet uh, dicht bij mijn huis, maar voor anderen wel. En uh, ja, voor mij gaat het over uh, belangrijke feiten die spelen rondom die windturbines. Ja. En in feite wat ik nog belangrijker vind, de de misleiding die er in het uh, bestuursgebeuren uh, gebeurt, die heeft zoveel negatieve effecten dat het averechts gaat werken. He, dus er wordt gezegd van dit is democratisch of dit is democratisch gelegitimeerd, zeggen ze dan. Ja, het is gewoon niet waar. Tot nu toe is het niet democratisch en maakt het mensen terecht boos. Maar ga, gaan de gemeenten daar dan niet, niet zelf over, over waar ze windmolens willen hebben? Nee, de gemeenten, ja, ook wel. He, maar eh, primair wordt het opgelegd vanuit de landelijke overheid. He, en daar is die res uit ontstaan. Dan is er een... Opgave, zoals dat heet. Iedere regio van de 30 in Nederland heeft een opgave om aan uh, groene energie te doen, om het zo te zeggen. Maar dan zegt de rest uh, hier en, en even in Nederland algemeen: het moet eerst met uh, zon en wind en dan nog grootschalig. Uh, nou, en dan begint het eerste probleem al: uh, waarom alleen grootschalig en waarom alleen zon en wind? Want er zijn nog zoveel meer. Andere mogelijkheden waar je ook aan kunt werken, waar ook inmiddels wel aan gewerkt wordt. En er zijn ook veel vorderingen op ander gebied. Maar om te zeggen van wij doen het wat in het rapport staat met bewezen technieken zon en wind. En dat bedoelen ze grote zonnevelden en grote clusters van windturbines. Die zijn absoluut niet bewezen. Ze worden steeds groter. Er is tien jaar lang door de Nederlandse overheid geen echt onderzoek naar gedaan. Er wordt wel gezegd, maar dat is alleen literatuuronderzoek. En niet naar de twee vorige generatie windturbines, die al in Nederland op land staan. en waar al behoorlijk veel commotie over is. En, en, en niet bewezen, dan bedoel je uh, qua gezondheidseffecten. of bedoel, ja. de, de, de opbrengst. Want de opbrengst is lijkt me wel uh, bewezen, toch? Wat, wat er aan energie opbrengt. Ja, nou, daar kun je ook nog weer wat van zeggen. Hè? Dus uh, even toch wat de opbrengst betreft. Uh, de windturbines staan denk ik veel va vaker stil dan men verwacht had en waar men berekeningen op heeft gebaseerd. Maar dat er nu windturbines zijn van 5 megawatt, he, uh, ja, dat, dat is er, dat is technisch mogelijk. He, dus, maar dat levert 5 megawatt, dat kun je een tijdje uh, produceren, maar dat wil niet zeggen dat je over een jaar tijd uh, heel veel opbrengst hebt. He, dus, Waar, waarom dan, uh, heb je dan een verklaring voor waarom daar dan, dan wordt gezocht naar, naar het wind- en de zon, grootschalig? Ja, omdat dat wel uh, een technologie is die op zich binnen handbereik is. Uh, zonnevelden gaat met, windpanelen, met zonnepanelen, sorry. Uh, ja, die hebben we op daken liggen. Dan zeggen wij van: doe veel meer op de beschikbare daken. En dan zit je ook nog dicht bij de gebruikers. En dan kun je particulieren inschakelen. Op een slimme manier, op een smart manier. Uh, nee, het moest in eerste instantie met afgelegen zonnevelden. En toen kwam het volgende probleem. Ja, de netverbindingen zijn er nog niet klaar voor. Er moet aan gewerkt worden. En de netbeheerders zeggen, begrijpelijk, voor 2030 rechten, uh, redden we het niet om dat op orde te krijgen. Nee, nee dat klopt. Daar hebben we onlangs een artikel over, over geplaatst. Inexis die zegt uh, um, op heel veel plekken gaan er toch grote problemen ontstaan die ook niet zomaar op te lossen zijn. Um, dat staat nog even los van, van het hele proces. Hè? Want jullie hebben deze week een brief uh, eruit gedaan, of een persbericht, ja. hoe je het bekijkt. Ja. Uh, met toch wel harde woorden. Volksvlakkerij zag ik ja. staan, angstzaaierij, dwang. Ja. Um, dan moet je wel uh, 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 met iets komen dan, hè, als je dat ja. soort dingen roept. Ja, logisch. Dus uh, wij zijn al vaker, hè, via zienswijzen bijvoorbeeld. Maar ook wel via een aantal persberichten en een aantal acties richting gemeente zijn we gekomen met dingen. Maar wat er nu gebeurt in Twente is dat, in het kader van de rest, dat de provincie de gemeente onder druk zet. En dat wij merken van die gemeenten, die krijgen maar uh, uh, ja, misleidende informatie. Dat, zo durf ik dat rustig te zeggen. Dus die, ja, ze krijgen informatie die wel uh, waar lijkt, maar die lang niet volledig is. En uh, ik kan er dingen aan toevoegen. Ik zeg van, nou ja, dat klopt dus gewoon niet. En, en onder druk zet ik, sorry dat ik even onderbreek, maar dat is het ja. dat de provincie zegt: voor 1 juli moeten alle gemeenten, moeten ja. zoekgebieden, ja. zeg maar, waar willen jullie windmolens hebben? Heel kort gezegd. Ja. Uh, en als ze dat niet doen, zegt de provincie: dan gaan wij jullie mogelijk overrulen als er initiatiefnemers ja. Ja. komen. Ja. Dat, dat heet ja. aan hè, ja. de regie nemen. Hè. Dus de gemeentes kunnen de regie nemen als ja. ze windbeleid vaststellen, als ze zoekgebieden vaststellen. En als de gemeentes of, uh, dat niet doen, op tijd, hè, voor 1 juli in principe, dan doet de provincie het. Ja, en jullie zeggen, dat is, dat is onzin dat dat gebeurt. Ja, en de belangrijkste reden is even heel praktisch. Uh, twee jaar geleden he, heeft de Raad van State tegen uh, de Nederlandse regering gezegd uh, van, dit kan zo niet wat er gebeurt aan plannen. Er moet eerst een planmer, heet dat dan. He? Dus een milieueffectrapportage. Ja, die wat moet zijn dan... de gevolgen voor de omgeving of ja. voor het milieu? Ja. De, de overheid moet eerst nagaan wat de, de gevolgen zijn van die grote windturbines voor de... Omgeving, voor het milieu, maar ook voor de gezondheid van mensen. Nou, sindsdien staat het onhold om het zo te zeggen. Vergunningen mogen niet verleend worden, want elke procedure stopt bij... er is nog niks bekend, officieel bekend, van de actuele en deugdelijke uh, gegevens... over de normen die er moeten gaan gelden. Ja, dat, is, dat is ook waarom sommige gemeenten zoals Enschede huiverig zijn... om die uh, zoekgebieden aan te wijzen, die zeggen, ja, wij wachten... Nog af, hè, tot die, onderzoek, die onderzoeken zijn deels gedaan. Ja. Uh, en totdat dat dan leidt tot nieuwe, mogelijk nieuwe afstandsnormen. Ja. Uh, maar nu gaan ze toch onder druk die ja. zoekgebieden uh, aanwijzen. Ja, de, de gemeente Enschede is uh, gelukkig uh, redelijk eigenwijs. Dus die houden het een beetje van zich af, in mijn ogen, onze ogen. Uh, maar jij zegt zelf al die afstandsnormen. Hè, dus dat is even uh, los van waarom de Raad van State het zei. De uh, Tweede Kamer heeft eerst in een motie, en dat heeft dus de huidige coalitie bij de, van de, de regering, dus, heeft bij de coalitievorming dat overgenomen, er moeten afstandsnormen komen. Dat uh, is, geeft veel meer duidelijkheid voor de mensen in de omgeving dan de huidige procedures. Er ja. nou, is een onderzoek verschenen uh, van Arcadis naar wat er zoal gebeurt in de omringende landen. En uh, wat afstandsnormen betreft, hè, uh, denkt men, dat weet ik uit de reactienota op de procedure, daar duikt bijna niemand in, maar wij willen dat wel doen, uh, men denkt, uh, en dat vind ik nog zwak, aan twee tot vier keer de tiphoogte van windturbines. Ja. Twee is het ondergrens, is veel zwakker dan in de omringende landen. Nou, uh, ik hou even de ondergrens aan voor alle duidelijkheid. Twee keer de tiphoogte van een windturbine van 250 meter, die moet bij de Lutte bijvoorbeeld komen, dat is 500 meter. Hier wordt nog steeds gepraat over 300 meter of 400 meter. Ja, vuistregels noemen ze vuistregels. dat. Ja, klopt. Nou, wij zeggen, nou, nou even 400 meter, vier keer de tiphoogte, sorry. Ja. Dat is realistisch, dat doet Denemarken ook. Plus nog een aantal andere eisen, hè? maar nu alleen even over de afstanden. Uh, maar de vraag is, gezien het steeds groter worden van de turbines, of dat al wel een voldoende uh, afstandsnorm is. Ja, dat zijn ze dus nu aan het uitzoeken. De overheid is er al twee jaar mee bezig en ze hebben nog een jaar nodig. Hè. Het wordt 2024, ja. heeft uh, Jetten gezegd tegen de Tweede Kamer. Dus dat is gewoon openbaar nieuws. Uh, terwijl dus de provincie zegt van: uh, ja, zoekgebieden aanwijzen. Uh, en die heeft het er gewoon niet over. Die heeft het niet over afstandsnormen. Die heeft het niet over de landelijke ontwikkelingen. Nee, uh, de gemeenten moeten windbeleid vaststellen en zoek, uh, zoekgebieden vaststellen. En nou, heeft hebben hier net wat uitstel gekregen, maar het moet dit jaar gebeuren. Ja, maar dan denk ik, um, kan het dan kwaad als die, als die regels er blijken pas over een jaar zijn en je stelt nu zoekgebieden vast, dan gaat het toch op een gegeven moment in zo'n proces, gaan we het toch over die regels hebben? En dan kan het misschien alsnog niet. Nou ja, dat, uh, dat wordt vaker gezegd. Ik vind het ook een, een logische gedachte. Eh, er zitten twee kanten aan. De ene is, uh, je maakt enorm veel mensen aan het schrikken. Want ineens, terwijl hun beloofd is, hier komen geen windturbines. Hè, ja, de provincie en de gemeente moeten wat. Want die opgave is heilig. Hè. Voor 2030 moet het te staan. Dat betekent voor 1 januari 2025 moet, uh, moeten de initiatieven gestart zijn. He, dus men heeft haast, men forceert. En ineens uh, moeten er planningen zijn waar dat zou kunnen. Dus je maakt ontzettend veel mensen aan het schrikken. Uh, terwijl, uh, ja, wellicht met uh, afstandsnormen je kunt zeggen: van, dat was helemaal niet nodig geweest. Hey, en, ik, ik zit ook te denken, hè, want, want er is ook onlangs een uitspraak geweest van die Raad van State. in die zaak die je net benoemde, uh, dat was in Del Cel. Dat ja. de windmolens, uh, de, de bouw ervan is stopgezet, omdat ja. dat moest dan ja. hè, die, die, met die regelgeving hadden te maken. En daar heeft de provincie gezegd: Nou, maken we onze eigen regelgeving. Wat betreft afstanden en gezondheid, slagschaduw enzovoorts. Ja. En daarvan heeft nou de Raad van State gezegd: uh, In dit geval in Del Cel, maar ook in, in Brabant ergens. Ja. Het uh, is dus ja. prima dat jullie dat zo doen. Dus ja. zou het dan toch kunnen betekenen dat de provincie straks hier uh, iets gaat ontwikkelen? Ja. De, 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 de vergaande juridische beschouwingen moet ik nog krijgen. Hè? Maar uh, er zijn dus twee dingen. A, het zijn twee zaken die al heel lang speelden. Die dus al speelden voordat de Raad van State in 2021 uh, dit onhold zette, waar we het net over hadden. Uh, dus toen hebben ze direct gezegd van, nou ja, als gemeenten uh, hun, hun werk overdoen, want het waren beroepszaken, dan uh, krijgen ze een half jaar de tijd. In feite heeft de Raad van State hun meer tijd gegeven. Maar die heeft ook gezegd: van ja, landelijke overheid. Jullie hebben nog steeds geen duidelijkheid gegeven over de normen die er zullen gaan komen. Dus wij doen het met de normering van voordat het zaak stopgezet is. Dus voor 30 juni 2021. En op die basis zeggen we: van oké, okay, wij verlenen in deze twee projecten. verlenen we eigenlijk de. De initiatiefnemers, het voordeel van de twijfel, ze mogen doorgaan. Betek dat. Ik had gezegd dat jullie denken van als gemeenten nou gewoon niet, de meesten hebben het nu al gedaan, maar die zoekgebieden vaststellen, dan kan hun eigenlijk niks gebeuren. Is dat jullie oproep? van Stel het dan niet vast. Voor zover ja, nog wij, wij willen, of wij hebben gewoon eigenlijk heel eenvoudig gezegd van het gebeurt door de provincie op dit moment zo geforceerd. en met, zo met weglating van belangrijke dingen. Dan kun je alleen maar zeggen van, dit doen wij niet. Dit is uh, troebel water, om het maar zo te zeggen. Ja, alles wat je dan uh, in meegaat, dat, dat, kan je, dat kunnen ze weer als een, uh, een bewijs zien van, oké, okay, jullie hebben een stap gezet, nou moeten jullie doorzetten. Wat ze voortdurend doen. Dus uh, zeg nou maar direct van, dit is onzin, hè? dan is dat ook duidelijk. Wacht het tot die normen er zijn. Ja, wachten tot die normen er zijn. Tot slot. Misschien, ik, ik mag ik ja. er nog één ding ja. op zeggen? want De Raad van State heeft gezegd: gemeentes mogen hun eigen normen stellen, maar ze moeten wel actueel en deugdelijk zijn. Onderbouwd. Onderbouwd, dus op de locatie onderbouwd. Hè? En uh, het, het, uh, moet lo het staat los van andere beslissingen in andere situaties. Ja. Het zijn ja. vier dingen. Ja. Nou. Uh, voor 30 juni hebben ze verklaard van ja we doen het nu met de oude normen want de procedure duurt al te lang en wij kunnen niet anders. Maar de nieuwe normen die er moeten gaan komen en dus de nieuwe projecten die moeten gaan komen, die zijn dus gebaseerd hebben ze gezegd op actuele en deugdelijke normen. Nou die zijn er dus op dit moment niet en dan moet je echt wachten tot 2024. Ze moeten deugdelijk zijn en uh, ja. Uh, dan zeggen wij dus ook: wacht tot 2024, tot ze er zijn. En uh, ja, provincie in dit geval: uh, doe nou niet net alsof jullie alles zomaar kunnen doen. Want als het niet past binnen die normen, dan wordt het toch afgeschoten. Tot slot, Leo, um, um, hebben jullie het gevoel dat dit uitstel, hè, waar jullie toe oproepen, ook dat. Uiteindelijk het afstel zal leiden. Uh, wel, je, je ziet in een res en uh, regionale energiestrategie wat heel erg aangestuurd ook op windenergie ja. uh, moet zelfs een verhouding 60-40 uh, wind-zon zijn. Nou, daar is het nu bij lange na niet in de plannen. Nee. Um, wat, uh, kunnen jullie er iets, iets aan doen of is het rekken? Ja, nou, het, het rekken is het minste wat we kunnen doen. Hè? Dus wachten op die duidelijkheid 2024. Uh, maar wij kijken ook naar andere alternatieven, dus uh, naar betere mogelijkheden. Ja. Als, uh, als collectief hè, zien we vaak veel meer in, hè, maar het is iets, uh, iets langere termijn dan nu voor 2030, denk ik. Hè, maar er zijn goede ontwikkelingen, denken we aan kernenergie. Maar denk ook aan opslag van energie als geothermie. We denken aan de ontwikkelingen uh, op het gebied van waterstof als energiedrager. Ik heb ook al eens gezegd van, nou, als we de Sahara voor een derde volleggen, hebben we voor de hele wereld genoeg. Ja, dan moeten we het omzetten in waterstof, en dat kan net zo goed als nu olie in tankers kan het met tankers hierheen komen. Hopen dat ergens op die weg in die rest de komende jaren na 2030 dat dat beeld, dat is ook een beetje jullie doel, dat dat beeld verandert. Ja, nou, het is wel zeker dat het verandert. Hè. Dus dat ja. is ook mijn grote kritiek. De, de rest houdt vast aan wat er. In feite in 2018 allemaal besproken is aan een technologie van toen. Ze hebben ook gezegd wij zullen voortdurend herijken. Maar de, de doelen, hè, dus de uitgangspunten staan gewoon vast. Ook nu weer met het burgerforum. De, de mensen hebben moeten tekenen van nee, wij gaan uit van de uitgangspunten van de rest. Dus grootschalig zon en wind. Punt. En dan mag je van alles erbij halen. Hè, maar daar mag je niet aankomen. Ja, dat is nou juist het verkeerde wat er gebeurt. Leo, we vliegen door de tijd heen. We ja. moeten dit item afsluiten. Maar uh, ik denk niet dat we het laatste van, uh, van uh, Stichting Tegenwinter hebben gehoord. We uh, volgen ook nog heel veel stappen in dit proces. Dus uh, uh, we zien gaan nog we... misschien ook een keer terug. Ja. Ik wil er graag één ding aan, aan toevoegen. Wij hebben dus uh, na de uitslag van de provinciale verkiezingen hebben contact gezocht met BBB. En gezegd direct van weten jullie wel wat zich hier afspeelt. Want ja. Voortdurend blijkt dat... De goede gemeente, zou ik maar even zeggen, het niet weten. Ook raadsleden niet, ook van de Provinciale Staten niet. Nou, dat bleek ook nog niet zo erg te zijn, maar ze waren heel erg bereid om zich te verdiepen. Dus wij hebben daar overleg mee. En, en langs die lijn proberen we ook dingen te bereiken. He, dus dus ja, gewoon open politiek, zou ik maar zeggen, met open informatie en discussie, maar dan wel he, van twee kanten belicht, laat ik het zo zeggen. Wat vervolgt. Dank je Leo.